maken er een feestje van vanmiddag. Dus ik ga u voorstellen aan een aantal mensen. Ik begin met Rob Schoten. Welkom ook aan Ralf Keunig, directeur van Museum de Fundatie in Zwolle. U bent een kunstenaar, u heeft al heel wat meegemaakt in uw leven. En in hoeverre is dat van invloed op uw kunst? Nou, ik zou... Ik weet niet hoe erg het van in mijn kunst wordt er scherper door, denk ik, door wat je meemaakt. Dus wordt... Ik denk dat het niet zozeer verandert wat ik doe, maar dat het wel invloed heeft, of zo. Ja, het is natuurlijk 25 jaar lang heb ik te maken met een soort staatsterreur. Dat klinkt een beetje raar, maar het begon eigenlijk met die bomaanslag in 1994 en nu in 2018. En alle tijden die daartussen zitten, dus heb ik heel wat aanvallen te verwerken gehad. En de laatste is natuurlijk de ontruiming van mijn museum in Den Helder. Dat is met de ME ontruimd geworden. Op last van de burgemeester. Terwijl eigenlijk nog niet een definitieve uitspraak van de rechter was. Dus we zijn nog steeds voor de rechtbank nu om te bepalen of die uitzetting wel rechtmatig was. Maar daar kom je natuurlijk in een verhaal terecht waar je als kunstenaar helemaal niet in wil zitten. Je wil gewoon mooie dingen maken. Je museum heb je om mooie dingen te laten zien. En dat hebben we gedaan 5 jaar lang. En daar gaan we ook mee door. Ik heb net gesolliciteerd, of tenminste in oktober al bij het vertrek van de directeur mevrouw Roef van het Stedelijk Museum, heb ik eigenlijk al een open sollicitatie gedaan om het directoraat van het Stedelijk over te nemen. Dus, en ik hoop, ben daar ook heel serieus in. Maar dat zie ik als een uitbreiding van mijn kunstenaarschap. Dus, nou, tot nu toe heb ik er wel heel veel zin in. Er is nog geen enkel element waardoor ik denk, oeh. Dus ik heb er heel veel zin in. Nou,
Wat voor repertoire geworden krijgen we te horen vanavond? Het is de groep Focus. Met Pierre van der Linden op drums. Menno Gootjes op gitaar. En Udo Pannekeet op basgitaar. En ikzelf op hammondorgel en fluit. Hocus Pocus, House of the King voor fluit. En Sylvia, ooit geschreven voor een meisje dat Sylvia heette, maar ze wou het nummer niet zingen. Toen hebben we het als instrumentaal opgenomen en toen werd het een wereldhit. Toen hebben we om Sylvia een klein beetje te pesten, hebben we het Sylvia genoemd. Met gitaar als lead. Ja, mooi nummer, dat herken je wel. Dat ken je nog wel. Dank jullie wel, Almelo. We hebben ook een heleboel nummers nieuw van de nieuwste platen. We zijn nu net bezig met Focus 11, dat zijn we aan het mixen. Komt over een paar maanden uit. En dan bestaan we 50 jaar. In Engeland hebben we wel voor 3.500-4.000 man per avond gespeeld. Amerika ook. Zuid-Amerika zijn we ook weer net geweest. Hebben we vier landen gedaan. Fantastische concerten. Japan niet te vergeten, Japan, Australië. Ja. Maar Nederland is voor ons niet altijd even makkelijk geweest. Ze zijn gauw verveeld. Ze denken, nou ja, dat Focus, dat kennen we nou wel. Daar gaan we niet naartoe. We blijven lekker achter de buis hangen. Nou, dan hebben ze gelijk in. Dat mag ook van mij. Ja. Maar dan komen ze dus niet. En dan hebben ze wat gemist. Zeker weten. Oké. Straks in september hopen we 1000 mensen te hebben. En dit is dan de voorbode voor de Allee. Mensen kunnen nog in training. De Way to Allee. Suzu heeft weer het looppakketje. En we hopen dat Almelo nog meer in beweging komt. Zonder jullie kant gebeurt er niks. Ja. Eindelijk iemand die het in de gaten heeft. Ik kom speciaal voor jullie hier. Ja, vierde jaar ingestapt en we praten, als het goed is, over bijna 100 mensen die meehelpen. Schoenen en daar gaat de eerste loper. Kijk eens aan. Een bekertje water. Een bekertje water. En even onder de boog door. Kijk eens aan. Hij gaat voor de 10 kilometer. Kom maar, hè. Oh, kijk eens aan. Ze gaat voor de 10? Nee, ze gaat voor de 5. Super, nummer 2 op de 10 kilometer op 27 minuten en 27 seconden. Een dame, dat kan niet missen. Heel goed. Wanneer is de wedstrijd? En ze gaat voor de... Dan had ik een voetje bij... ...gelopen. Op 37 minuten en 7 seconden. Ja, het is best warm. Best warm? Ja. Ja. Nummer 1, de eerste pre-LA 10 kilometer. Je hebt echt de primeur, meneer. En Lineke heeft op de 5 van vandaag.
Meneer Koetsier, u heeft zojuist de 5 kilometer gelopen. Mag ik vragen hoe oud u bent? Ik ben 72 jaar. Ja. En u doet dat nog steeds met veel plezier? Meestal weekend, ja. Als een wedstrijdje is of zo, dan 5 kilometer. Ook wedstrijden? Nou ja, ik loop wel als een wedstrijd is, maar ik loop nooit voor één, dus... U bent meer recreatief lopen? Ja, ja. Als je maar gezond blijft, dan in beweging blijven, dat is het voornaamste. Ja. Hoe lang denkt u dit nog vol te houden? Nou ja, dit ligt er aan. Als je echt geblesseerd wordt, dan wordt het wat moeilijk, ja. Maar wat u betreft, gewoon doorgaan? Zolang ik kan, dan ga ik door, ja. Huize Castello werd in circa 1900 door de toenmalige graaf van Almelo gebouwd voor zijn moeder. Het huis is gebouwd in een eclectische bouwstijl met Hollandse neo-renaissancistische en chaletstijl elementen. Van het oorspronkelijke interieur zijn slechts enkele onderdelen bewaard gebleven. Later wordt het in vele jaren gebruikt als onderkomen voor een school voor decoratieve vormgeving. En tegenwoordig is het een kantoorpand.